staan wij boven aan de berg in Leddersalp. En wij mochten als eerste omhoog. Dus hier zijn we dan met de crew, statiefdrager, iemand van de VVV en onze twee gasten, Kevin en Manu. En de presentatrice Saskia Piek. Joehoe! Zin in? Jazeker! Het eerste spoor. Het eerste spoor hoor. We gaan zelfs nog omhoog naar de ketchup. Restaurant, mooi uitzicht. Het is hier heel chic blijkbaar. Ze hebben hier pantoffeltjes. Dat je je skischoenen uit kan trekken. Nou, hoe luxe is dat? Fantastisch uitzicht. Heel mooi. Het hebben we toch weer zwaar, hè? Niet te doen dit. Wij gaan ook de grot in. Gelukkig hebben ze verlichting. Het is wel heel mooi hier. Gelukkig ben ik samen met Sas. Dus als we verdwalen, zijn we met z'n tweeën. Het lijkt wel een club. Tante bij jou. Ik vind het nog een jouw bril ook. Ik doe nu reclame. Ja. Prodent. Prodent. Als ze hier een muziekje aan zouden zetten, zou het net een club zijn. Mogen jullie raden waar ik sta? Het is wel bijzonder dat we nu dus echt in. In de gletsjer zijn. Ja, het is allemaal echt niks van plastic. We zijn nu aangekomen bij het middelpunt van de grot. Kijk, mooi. Het moet een beetje stil zijn, want ze draaien nog. Heel mooi hier. Kijk. Mammoet. Dit ziet er dus ieder jaar anders uit. Want de gids vertelde net dat hij per jaar 30 meter kan opschuiven. Dus tussen de 5 en 30 meter per jaar beweegt zo'n gletsjer. Dus ze moeten ieder jaar moeten ze weer opnieuw alles uithakken. We draaien nu de dorpsopnames. Dus we lopen door het stadje. En dan gaan we maken echt een. Die eitjes, die zijn eens 4, 5 jaar geleden zijn die pas vervangen. Dat is ongelooflijk. Dan kon je. Zeg maar hier halverwege, dit zijn nu een stoeltjeslift. En die kon je helemaal naar boven met deze rakkers. En het grappige is, die werden dus per oppot verkocht. En de meeste mensen die hier in Leddersalp wonen, hebben zo'n ding gekocht. Het is echt zo. Nou mensen, onder het genot van een lekker bitter garnituurtje. Oké, okay, hoor, je hand gaan. Gaan we Sander, zijn gips. Ja, mijn gips gaat eraf. Hey. Dus eindelijk af. Ja. En hij wil er echt vanaf. Ik wil er echt vanaf. Weggooien. Oké. Zeg maar dag met je handje. Kijk, dit is hem. Hij is weer helemaal oké. Okay. Nou, hij is nog niet helemaal oké. Okay. Ik moet even scrubben. Oh, stop. Stop. Glas. Oh, glas. Oh, dat kan natuurlijk niet, hè? Hier. Ah, hier. Rest mul. Rest mul. Handjes staan er niet bij, handjes dus hij kan bij. Erin. Daar gaat hij. Nou. Dag Handje, dankjewel voor de afgelopen 5 weken. Vijf weken is mijn vriend geweest en nu gaat hij weg. Ja? Daar gaat hij. Dag Handje. Hoppakee. Oh, hey. Yeah.